Vandaag in Uitgelicht, het dier met de meest bijzondere neus van het park, de neusbeer. De neusbeer is familie van de wasbeer en net zo nieuwsgierig. Hij eet fruit, maar ook hagedissen en vogelspinnen. En hij valt op door zijn lange, spitse snuit. Ze hebben een heel bewegelijke neus. Ze beweegt echt alle kanten op. Ze kunnen er ook heel goed mee ruiken. Ze vinden het voer wel vanaf 25 meter. Ze steken die neus overal in. In ieder gaatje wat je maar bedenken kunt. En alles wat beweegt of wat eetbaar is, dat eten ze daarna op. Met die neus ruiken ze in principe alles. Dus ook als de vijanden in de buurt zijn, dan hebben ze dat via de neus in de gaten. En je hoort ze ook allerlei geluidjes maken. Dat is dan meteen een waarschuwing naar de groep. Dat ze misschien voor de zekerheid omhoog moeten gaan. Dus als er gevaar voor ze is, dan gaan ze de boom in. Wil je meer weten over de neusbeer of andere dieren in het park? Ga dan naar rtl.nl/uitgelicht. Uitgelicht wordt mogelijk gemaakt door de Deep Ocean Monsters Musical van Burgers' Zoo.